Jimmy Callum. Bram geeft alles wat hij heeft. Wow. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. En vandaag hebben we opnieuw een superleuke challenge. Het is plots zomer in België. Ja. Niemand weet hoe het komt, maar dat wil wel zeggen dat wij een challenge kunnen doen op het zwembad. Misschien ook in het zwembad. Want vandaag is de challenge wie als laatste het bed verlaat, die wint. En niet zomaar een bed, een luchtbed op het zwembad. En het zwembad is ijskoud, dus je wil er niet invallen, geloof mij. Maar natuurlijk, voor we beginnen, de belangrijkste vraag van vandaag. Voor hoeveel likes gaan we? Zeg het eens, Bram. What? Nee, je mag het zeggen, Ik wil het niet meer zeggen. Oh, Isa, wil jij het zeggen? Nee, laat Bram. Oh, Bram, zeg het. 15.000 likes. 15.000 likes, let's go. We gaan niet met ons vier samen op één luchtmatras, maar we gaan in twee teams van twee. We hebben dus ook twee luchtmatrassen. Dus we doen blast en schaar. De mensen die hetzelfde hebben, die gaan op dezelfde matras. Oké? Ik wil niet met jou. Wauw. Blast en schaar. Wauw. Oh, de jongens en de meisjes. Okay. Zijn jullie klaar om op het water te gaan? Ja. Ja. Zeker? Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. En zodra we op het water zijn, hebben wij dus een mystery wheel. En iedereen mag daar elk op de beurt aan draaien. En dan zal je een opdracht of iets anders krijgen. Veel succes iedereen. Oh, waar gaat Celine naartoe? Celine gaat naar de zonnekant. Ja, kijk. Hier is de schaduw en daar is de zon in het zwembad. Bram, als je het water valt, je gaat echt bevriezen. En hoe voelt het? Hey, wat, jong. Kan ik erbij, denk je? Sowieso. Oké, is goed. Oh-oh. Ja, het ziet er wel safe uit. En nu is het mijn beurt om aan boord te gaan. Ja, oké. Oef. Hier liggen we dus. En we gaan ook naar de zonnige kant. Maar hoezo hebben jullie kousen aan? Kom op. Oh, jij alleen. Wat is de reden daarvan? Be different. Wij zitten samen op een bed en ik ben echt blij dat ik met jou hier zit. Want de jongens zijn altijd zo actief en dan zo... Ja, Bram is altijd zo. Ja, oké. Dat zijn ze dus nu aan het doen. We hebben hier een mystery wheel. En jij mag er aan draaien. Nee, niet weggooien, Jij mag er aan draaien en wat erop komt, dat krijg je. Hopla. Hey, dat gaat snel, hè. En het is... koprol! Je mag een koprol maken. Moet ik hier blijven zitten of moet ik naar daar even? Ja. Je mag kiezen, man. Of ja. Ja, als ik hier blijf zitten, dan val ik mee bij jou in het water, hè. Als je valt. En de camera. Ja, de camera ook. Dus de camera ga ik al aan jou geven. Ik kan even denken. Koprol in 3, 2, 1. Oh-oh. Ja. Wauw! Ijskoud, man. Michiel is geblesseerd. Het is gelukt. Hey, bro, hoe gedaan? Wauw. Applausje. Mooi. Bram, jij mag voor mij drukken. Je ligt erin! Ik zit hier letterlijk 10 minuten en ik moet eruit. Doei! Maar wel lief van nu, ik heb een hele matras voor mezelf. Ja. Ja, jij bent nu wel favoriet om te winnen, maar nu moet ik het dus uit. Nee. Tada! Nee! Ja, Michiel is oud. Daar staat hij dan, onze Smurf. Maar nu ik toch uit de challenge lig en ik toch moet wachten tot zij uit het water komen, krijgen jullie 3 seconden om te abonneren op ons YouTube-kanaal. 3, 2, 1. Geabonneerd, dan gaan we nu verder. Jullie liggen wel goed precies zo. Ja. Ja, Bram zeker. Ja. Maar wie van jullie twee gaat nu draaien? Ik ga. Oké, draai maar aan het rad. Ja. Oh, wat wordt het voor Celine? Wow. Je krijgt een deken. Yes. Alsjeblieft. Dank u wel. Laat het niet in het water vallen. Bram is echt aan het genieten. Wie wil er een paaseitje? Ik. Jij zit alleen. Ik ga eerst bij jou gaan. Alsjeblieft. Nee, dank je. Jij neemt een bruine eitje. Ah, zo, nee. Ja, gisteren heb ik een dubbel zo groot ei opgegeten. Zot. Ja, echt waar. Dat is voor aan de paasboom hangen. De paasboom? Ik ken alleen een kerstboom. Nee, een paasboom. Oh, Bram wordt gek. Oh, Bram, wat doe je? Wat doet hij? Gaat het, Bram? Wat gebeurt er? Wat is er? De prijs is gek van die paaseren. Oeh, wat is de prijs? 14 euro. We gaan het niet over de prijs hebben. Dat is gouden chocola. Hij moet het vangen. Kous er in het water. Mensen worden daar echt boos van, hè. Ja. Deze kous. Nee. Geen kousgevecht. Wauw. Bijna. Hoezo naar mij? Ik zei het toch. Ik heb een camera vast. Bram, die gaat een kanon geven.
In een 5-sterren hotel, alleen op zijn luchtbed. Eieren aan het eten, het is ook bijna Pasen. Witte chocola. Je lust geen witte chocola, maar er is nog een beetje bruine chocola. Ja, ja. De restjes. Ja, wat zijn die dingen? Snoepjes. De persoon die ik raak met deze kous moet de challenge verlaten. Niemand. Oh-oh, wat is Bram aan het doen? Bram, wat doe je, man? Hij is gek aan het worden, hè. Ja, ik duw jullie weg. Bram heeft te veel vertrouwen. Oh, wat is dit, man? Wat is dit? Iedereen wordt gek. Maar rustig blijven. Het is tijd om nog eens aan het rad te draaien. Allee. Bram, als je het water valt... Ik zie Bram nog het water vallen, hè. Hij is echt veel te actief. Wat wordt het? Ja, je moet wel drukken op spin. Ja, daar gaan we. Oh, 5 minuten pauze. Wat wil zeggen, je mag 5 minuten dit bed verlaten, maar je blijft in de challenge. Oh, nice. Daar gaat ze. 5 minuten. Je mag doen wat je wil, Ize. Je mag ze ook in het water proberen duwen. Je hebt 5 minuten. Oh, ik zag u gaan, hè. Ik zag u echt gaan. Oh, volgens mij wordt alleen Ize nat. Oh, Ize, probeer... Oh, ze heeft het gevonden. Oh, Bram wordt... Oh, iedereen wordt klasnat. Oh, zelf ik word klasnat. Ize heeft wel de fun van haar leven. Je kan je beschermen, hè. Oh, Celine is weg. Ize, jouw 5 minuten zijn voorbij. Okay, stop ermee. Okay. Je mag terug op je luchtbed. Ize, je mag kiezen bij wie je gaat. Ik ga bij Celine. Bij Celine. Oké. Celine denkt... Daar gaat mijn rustige plaats. Oh, jullie liggen geblokkeerd. Wow. Bram, zijn luchtbed is al helemaal nat, maar Bram, je mag draaien aan het wiel. Oh, rustig, rustig. En hopla. Daar gaan we. 1 minuut recht staan. 1 minuut recht staan. Oh. Zonder je handen, hè. Zonder handen, hè. 1 minuut. Ben je nu opzettelijk aan het beven? Ah, je staat. Oh. 1 minuut, Bram. Als het niet lukt... Nee, dan moet je de challenge verlaten als het niet lukt. Bram, zorg wel als je valt dat je in het water valt en niet op de... Oh, wat was dat? We hebben dat niet gezien, hè. We hebben dat niet gezien. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Bram, je mag terug. Bram is echt loco. Maar je hebt het gedaan. 1 minuut recht staan. Goed gedaan. Yes. Het is weer aan Celine. Yes. Spin the wheel. Kussengevecht. Elk luchtbed krijgt 1 kussen. 1 minuut lang. Hey. Doe wat je ermee wil. Let's go. Maar alleen maar met het kussen. Uh-oh. 1 minuut. Go. Oh. Bram is er. Oh. Er gaat iemand in het water vallen, denk ik. Je mag elkaar niet aanraken. Alleen het kussen. Oh, Ize gaat in het water vallen. Oh. Nog 30 seconden. Dit gaat hard. Oh. Nog 10 seconden. Ik ga me voor 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oh. Stop. Kussengevecht is over. Maar wat doet Bram allemaal? Water van mijn... Oh. Die komt er. Oh. Druk maar, Ize. Oh, daar gaan we. En het wordt... Iedereen wissel. Iedereen moet wisselen van matras binnen de 30 seconden. Go. 30 seconden. Ja, en zij twee moeten naar daar. Oh, Celine, ga snel. Nog 15 seconden. Oh, ja, het is gelukt. Ja. Nu heeft Bram het deken, want dat zijn ze vergeten. Stiekem, ze gaan het deken nemen. Oh, nu. Taalgevecht. Oh. Er gaat toch niemand in het water vallen, hè. Ze zijn aan het trekken aan het deken. Laat je nu kennen. Bram geeft alles wat hij heeft. Wat gebeurt hier allemaal? Bram.
Nee. Oh, ze hebben weer een teken. Sorry. Yep. Spin voor Ize. En wat wordt het? Oh, dat meen je niet. Koprol. Ai. Oh. 3, 2, 1. Ize is het water. Kom eruit. Ai. Ize is er dus uit. Wel respect dat je het geprobeerd hebt. Maar dat wil wel zeggen dat we nu een finale hebben tussen Bram en Celine. Oh, wat doet Celine? Oh, ze trekt een super uit. Oh, ze willen elkaar super uittrekken. Oh, nu gaat het hart tegen hart. Wat gaat er gebeuren? Oh, Bram, nee. Oh, nee, hij is er nog niet gevallen. Bram, rest u zo. Oh. En Celine is er ook uit. Maar Celine heeft wel deze challenge. Wat? Ik kan niet meer. Bram, je hebt wel echt alles aan gedaan. Ik stond blank. Ja. Met mijn voeten daar. Wow. Applausje voor Celine. Goed gedaan. Bram, je hebt er wel echt alles aan gedaan. Ja. Maar ja. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Zie je deze? Maar vonden jullie het leuk? Ja, heel leuk. Ik vond het ook leuk, ondanks dat ik eruit lag na 5 minuten. 10 minuten is al heel positief. Maar hopelijk vonden jullie het ook een superleuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. We gaan voor hoeveel likes? 15.000 likes. Moet lukken. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!